allemaal, ik ga vandaag een leuke video voor jullie opnemen, want ik ga vandaag mijn koffer inpakken. Want ik ga namelijk 5 dagjes naar Londen samen met Musical Camp. En voor de mensen die niet weten wat Musical Camp is, dat is een zomerkamp waar ik elke zomer heen ga. En dat heeft eigenlijk alles met musical te maken. En superleuk, wil je daar meer over weten, dan moet je even hier in de beschrijving op een linkje klikken. Want ik maak ook video's voor hun kanaal. En daar heb ik laatst een Q&A voor opgenomen. Dus daar kan je wat meer kijken wat Musical Camp en zo inhoudt. Maar het is in ieder geval echt mega leuk. En we gaan 5 dagen naar Londen met een groep mensen. Superleuk. En dan gaan we 4 musicals bekijken. En gewoon lekker door Londen heen lopen en leuke dingen doen. Vandaag ga ik mijn koffer inpakken. We gaan met het vliegtuig. Maar we mogen alleen met handbagage reizen. Dus het leek mij wel heel erg handig om vandaag te laten zien hoe ik mijn handbagage inpak. Want dat kan best wel lastig zijn als je voor 5 dagen... moet inpakken in een klein koffertje. Maar het leek me gewoon heel erg handig voor jullie om het te laten zien hoe ik dat doe. Ben je nog niet op mij geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Dat kan hier beneden door op de rode abonneerknop te drukken. Lijkt me heel erg leuk. Ik maak hele leuke video's, dus vooral doen. Laten we dan nu snel gaan beginnen met het inpakken. Dit is mijn geweldige koffer die ik meeneem naar Londen. Het is een koffer van Suit Suit. Dit is verder niet gesponsord. Deze heb ik gewoon zelf betaald. Maar ik wilde hem even laten zien. Want ik ben zo blij met deze koffer. En ik vind hem zo super leuk. Hierin ga ik dus al mijn spulletjes inpakken. Dus laten we snel gaan beginnen. Ik begon bij het inpakken van mijn koffer met de kleding die ik meeneem. Dit vond ik het allermoeilijkst, want voor 5 dagen inpakken vind ik gewoon heel moeilijk. Want ik wil altijd gewoon heel veel keuze hebben. Dus zoals je ziet neem ik ook alsnog best wel veel kleding mee. Maar ja, ik hou er gewoon van als ik gewoon per dag kan kiezen wat ik aan wil. En niet maar een beperkt aantal setjes mee heb. En zoals je kan zien rol ik mijn kleding op. Dit heb ik nu even uitgeprobeerd, want het leek mij gewoon nu even wat handiger. Omdat ik al zo weinig ruimte heb. En hiermee kan ik het gewoon net even wat compacter inpakken. Maar alsnog zit deze kant wel aardig vol. En moest ik wel heel erg mijn best doen om het dicht te krijgen. Ik heb als laatste nog een handdoek erbovenop gelegd. Omdat we de handdoek ook zelf mee moeten nemen. Omdat die daar niet aanwezig zijn in het hostel. Dus die heb ik er nog bovenop gelegd. Dan neem ik natuurlijk ook wat make-up mee. En dit doe ik gewoon in een klein make-up tasje. Ik neem eigenlijk niet zo heel veel mee. Gewoon mijn basic dingetjes zoals mascara, poeder, bronzer, highlighter. En mijn wenkbrauwpoeder en wat lipsticks. Hier besloot ik toch om de handdoek aan de andere kant te doen. Zodat ik mijn make-up in de handdoek kan rollen. Want ja, je wil natuurlijk niet dat je make-up stuk gaat. En dit houdt gewoon een beetje de stoten tegen. En ik neem ook nog een apart tasje mee met al mijn kwasten. En mijn wimperkruller. En natuurlijk niet te vergeten mijn beauty blender. En dan neem ik natuurlijk ook nog een oogschaduwpalet mee. En dat is het Modern Renaissance palet van Anastasia. En natuurlijk wel het allerbelangrijkste van deze reis zijn mijn onderbroeken. Want ja, als je dat vergeet heb je toch wel een heel groot probleem. En natuurlijk ook sokken is ook heel belangrijk. Dan neem ik ook nog een panty mee, want ik heb ook 1 rokje mee. Dus vandaar. En ik neem ook nog mijn sportlegging en sportshirt mee, want we krijgen ook een dansworkshop. Dus dat is heel erg leuk. Dan heb ik hier een plastic tasje met al mijn liquids. Die moeten natuurlijk altijd apart ingepakt worden als je alleen met handbagage reist. Dus dat heb ik gedaan. En dan heb ik hier nog wat medicijnen. Ook altijd heel erg belangrijk voor als je ziek wordt of hoofdpijn hebt of wat dan ook. En dan neem ik ook nog wat sieraden mee. Die doe ik ook daarbij in het tasje. En dit petje wilde ik ook graag nog meenemen, want het is toch altijd wel leuk. Maak je outfit net even wat leuker. En dan waren dit voor nu de belangrijkste dingetjes die ik mee wilde nemen in mijn koffer. Nou, mijn koffer is nu ingepakt. Waarschijnlijk ga ik er nog wel wat dingetjes bij toevoegen, want dat heb ik altijd. Dat ik last minute nog denk van, oh nee, dit moet er nog in en dit moet er nog in en dit moet er nog in. Maar in ieder geval zijn de belangrijkste spulletjes nu ingepakt. Ik wilde nu ook nog even laten zien wat ik in mijn handtasje meeneem. Ik neem dit tasje mee, een gele Fjolreven Kanken Mini. Ik ga daar later nog wel wat meer over vertellen over deze tas in een andere video, want er zit best wel iets speciaals achter. Maar goed, dat komt later een keer in de video. Ik wilde nog even laten zien wat ik hierin meeneem.
Het leek me wel leuk om dat gewoon nu zo uit te pakken wat ik allemaal meeneem. Kijk hoor, laat ik beginnen met het kleine vakje voorin. Daar heb ik eigenlijk alleen mijn pasjes in. Die neem ik gewoon allemaal mee. Hier zitten eigenlijk gewoon al mijn pasjes in. Ik neem ze ook eigenlijk gewoon allemaal mee. Mijn pinpas, mijn ID, mijn... Eigenlijk alles zit hier gewoon in en dat neem ik gewoon allemaal mee. En nog een lippenbalsem. Sowieso heb ik altijd droge lippen, maar vooral ook in het vliegtuig altijd. Dan heb ik hier vooraan in het ritje nog mijn hand sanitizer. Dat is ook altijd wel chill om mee te nemen. In het grote vak, daarin heb ik een oplader voor mijn iPhone. Die neem ik altijd, die heb ik altijd bij me. Mijn camera, maar ik film nu met die camera, dus hij zit er nu niet in. Maar mijn camera, mijn vlogcamera. En dan neem ik voor de verandering ook weer een keertje mijn Polaroid camera mee. Ik gebruik deze eigenlijk echt veel te weinig. Maar ik ben van plan om hier achter me uit deze witte muur een Polaroid wall te maken. Dus het leek me wel leuk om dan wel weer even wat nieuwe fotootjes te maken. En hoe leuk is dat als ik dat in Londen kan doen. Dus deze neem ik ook mee nu. En dan als laatste hierin heb ik nog zonnebril. Het wordt niet echt mooi weer. Maar goed, ik denk dat ik hierin ook nog een paraplu ga stoppen. Want ja, het gaat gewoon waarschijnlijk regenen ook deze week. En misschien uiteindelijk ook nog een flesje water. Maar die koop ik gewoon op Schiphol. Of ik neem een leeg flesje mee. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik hierin meeneem. Ik ben echt heel erg fan van dit tasje. Ik hou er echt van. Er past ook echt best wel veel in. Dus dat is heel chill. Voordat mensen gaan zeggen van, oh, mag je dat wel meenemen? Bla bla. Je mag bij British Airways mag je een koffertje gewoon mee. En ook nog een handtasje of een laptoptas. Dus deze mag sowieso mee, want deze is gewoon heel erg klein. Ik hoop natuurlijk ontzettend dat jullie deze video leuk vonden. En dat jullie er misschien wat aan hebben gehad. Als je zelf ook binnenkort misschien wel met alleen handbagage moet reizen. Het is eventjes een beetje passen en meten. Maar uiteindelijk lukt het echt wel. Je moet vooral gewoon even letten op dat je niet te veel kleding meeneemt. Dat vind ik persoonlijk het allermoeilijkste eraan. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!